Suriname moet uitblinken op culinair gebied. Dit stelde president Chandrika Persat Santokhi eerder tijdens de opening van het Vosteen Kukru Festival in het Live Entertainment Center. Het staatshoofd ziet het uniek zijn van Suriname in de diversiteit van de keukens. De Surinaamse keuken is divers, is uniek, heeft ook diffusion. Maar dat is wat ons bindt, hetgeen ook ons thema is. Want geen enkel persoon maakt onderscheid tussen al het lekker eten. Men wil ze allemaal uitproberen. En dat is die kracht die we hebben in cultuur, die we moeten beschermen. Is het immaterieel erfgoed wat we hebben. En wat we ook moeten laten beschermen door onze UNESCO. Maar het begint in je eigen hart om dat te beschermen. De president geeft verder aan dat er respect moet zijn voor diversiteit van de verschillende culturen. We hebben die culturen die een mix vormen. We hebben ook de Libanezen. En we hebben nog zoveel andere groepen. En we krijgen nieuwe groepen uit Haiti, uit Cuba, uit Guyana, uit het Caribisch gebied. En we zien namelijk hoe we ze verwelkomen. En tegelijkertijd ons cultuur daarmee verrijken. Onze eigen Surinaamse cultuur. En daarmee ook onze eigen Surinaamse keuken. Die als basis heeft die Vosteen Kukru. En ik ben heel trots dat zoveel mensen gereageerd hebben. Verschillende organisaties, individuen, bedrijfsleven. Laten we blijven samenwerken. Laten we samenwerking aangaan in de vorm van public-private. Met overheid. Het staatshoofd meent te weten dat toeristen evenementen zoals de Vosteen Kukru willen zien. Het festival is vrijdag van start gegaan en gisteren afgesloten.